What the fuck? Nee joh! Wat? Ah! Oké. Vandaag gaan we kijken naar allemaal van dit soort hele enge video's waar mensen bijvoorbeeld op hele hoge gebouwen springen, naar beneden kijken, van dit soort gekke dingen. Ik ga voor deze keer even wegkijken, omdat ik nog bezig ben met mijn intro. Maar daar gaan we dus vandaag naar kijken. Heb je daar nou zin in? Druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Het zou super awesome zijn als jullie liken. Want als je liked, dan maak je me blij. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren voor die 40.000 abonnees. Dames en heren, jullie gaan zo lekker. Jullie blijven maar abonneren dus. Die 40.000 abonnees, die kunnen wij toch makkelijk halen. Ja toch? En als je dan toch abonneert, druk dan ook even op het belletje, zodat je geen enkele video mist van mij en gewoon een melding krijgt wanneer ik een nieuwe upload. Oké, deze man die springt van een superhoge berg af en deze man die staat op een oxbord helemaal bovenop een gebouw. Ik durf op de grond nog niet eens op zo'n Segway oxbord ding te staan. Laat staan op zo'n superhoog gebouw, want je valt er toch bijna af. Je hoeft maar één kleine misstap te doen en je ligt beneden. Hier staat een man echt op een superhoge paal en doet gewoon een handstand. Dit is toch ziek, mensen. Dit is toch ziek. Je bent toch ziek in je hoofd als je dit doet. En deze gast gaat natuurlijk in de zwembad springen. Ja, voorspelbaar. Met een BMX ga jij gewoon daar fietsen. Jongen, ben jij wel helemaal 100? Ben jij helemaal goed in je hoofd dat je dit doet? Want dit is echt niet normaal om te doen, kan ik je vertellen. Dit is gewoon... Nee. Oké, deze gast die skydived echt vol door dit gat heen. Oké, dit vind ik gewoon knap. Dit vind ik niet eng om naar te kijken. Ik zou het zelf niet durven, maar dit vind ik gewoon heel knap als je dat kan. Oké, deze gast op dat oxbord blijft maar door. Hij gaat gewoon een handstand maken hier bovenop dit gebouw. Het is toch niet normaal, mensen, dat dit zomaar kan? Oké, deze gast gaat bungee jumpen en die laat zich gewoon achterover vallen. Wat een held. Dan ben je wel echt een stoere jongen. Als je dit durft, ben je echt... Holy shit, dan ben je echt een stoere jongen, hoor. Potverdorie. Oké, deze twee gasten die skiën en... Oh, yo! Wow! Oh, ik dacht al, hij laat zich toch niet vallen. Gelukkig hadden ze een parachute bij, maar... What the fuck? Oké, hier hebben we een gast en die gaat lekker koprollen en glijden naar beneden. Ai. Wow, yo. Je zou maar één klein stukje te ver uitglijden en je ligt gewoon beneden. En no way dat je dat gaat overleven. No fucking way. Oké, deze gast ook weer gewoon super hoog op een of ander huis met zijn BMX. En hij springt gewoon van balkon naar balkon. Dat maakt hem allemaal helemaal niks uit. Maar hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Hij geeft echt geen ene fuck. What the fuck? Nee joh. Wat? Ah! Oké. Ik heb hem even op pauze gezet en weggekeken, want dit is echt niet normaal. Deze gast die denkt gewoon even dat hij een brug is. Dit is toch niet normaal, joh. Hij gaat gewoon zo als... What the... Ik kan hier niet bij met mijn hoofd. Hoe kunnen mensen denken dat dit een goed idee is om te doen? Ik snap het niet. Ik snap er echt helemaal precies niks van. Oké, deze freerunner die is ook heel gevaarlijk bezig. Zoals iedereen eigenlijk in deze video, maar what the fuck? Dit is toch niet normaal. Dit is toch niet normaal gewoon. Zo ontzettend hoog op een toren staan en in de gedachte dat je er echt ieder moment af kan vallen. Deze mensen zijn toch niet stom? Zij moeten toch ook wel weten van... Het kan gewoon ieder moment verkeerd gaan terwijl ik dit doe. Oké, deze twee freerunners maken gewoon even een koprolletje. Ja, dat kan gewoon. Hier, laten we gewoon even springen zo'n hoog stuk. Oh, en weet je wat het stomme is ook, mensen? Als het net geregend heeft of zo, is alles super glad en kun je zo makkelijk uitglijden. Maar deze mensen die geven daar dus precies niks om en gaan gewoon lekker door. Net zoals deze man met zijn skateboard, weet je? Ah, en weer zo'n klote koprol. Potverdorie, ik word hier echt niet goed van. Ik snap... Oh, nee. Je zou je vriendin maar naar beneden laten vallen, oké? Hij had gewoon zijn vriendin zo vast. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Oké, deze twee gasten zijn hier ook gewoon just chilling. Lekker staan zo op die edge. Oh, dit is toch niet normaal. Hij heeft gewoon een GoPro in zijn mond ook, die gast. Oh, mensen, dit is toch niet normaal hoe hoog dat het allemaal is. What the fuck, hé? Holy shit. En weet je wat het leuke is? Ze maken ook allemaal filmpjes hiervan. Dus ze willen ook echt gewoon dat iedereen ziet wat voor mogolen dat ze zijn. Dat ze op zo'n hoog gebouw zijn. Kijk dit! Dit is toch niet... Wat? Mensen, kijk dan. Kijk dan, dit zou maar je vriendin zijn, hè? Je besluit al om met haar helemaal op het hoogste gebouw van de stad te gaan staan. Om zo op het randje te gaan staan en er zo vast te houden. Als deze jongen nou per ongeluk zijn vriendin laat vallen of die vriendin die glijdt gewoon uit. Dan heb je toch een trauma voor de rest van je leven lang. Dat is toch niet normaal, dat wil je toch niet? Ik snap echt niet dat mensen zo zijn dat ze dit doen. Ik kan er niet bij met mijn hoofd, jongens. Echt, zijn er mensen bij van jullie die dit soort gekke shit doen? Denk alsjeblieft even drie keer na voordat je het doet. Want mensen, je gaat gewoon echt een keer naar beneden vallen. Ik klop hem wel gewoon even af voor jullie, want ik wil niet dat jullie echt naar beneden vallen. Maar als je dit soort stomme dingen doet, dan gaat het gewoon op een dag je dood worden. Sowieso.
deze gast die is hier ook gewoon aan deze paal gaan hangen. Of gaat hij dat doen? Hij gaat toch niet... Oh, hij gaat wel aan deze paal hangen. Oh, wat een sukkel is dit, zeg. Wat een sukkel is dit. Echt. Wow, yo. Ik kan me hier ook gewoon een beetje boos over maken of zo. Deze mensen zullen het waarschijnlijk allemaal heel stoer van zichzelf vinden dat ze dit doen. Maar ik vind het gewoon niet stoer, want je speelt gewoon met je leven. Er hoeft maar één klein vingertje weg te glijden of er hoeft maar ietsje te glad te zijn en je ligt beneden. We hebben genoeg gekeken. We gaan iets anders doen waar we ook moeten proberen niet weg te kijken. En ik ga jullie waarschuwen, jongens. Dit gaat heel erg vies worden. Dit zijn namelijk make-up artiesten die hun handen zo make-uppen dat het er super vies uitziet. En weet ik veel wat allemaal nog meer. Dus we gaan er naar kijken. Als je gevoelig bent voor dit soort dingen, weet je, klik dan weg. Maar het is in ieder geval wel heel erg vies. Dus probeer gewoon niet weg te kijken. Ik ga gewoon proberen niet weg te kijken. En ik hoop dat jullie het ook lukt. We hebben hier de eerste foto. En dit ziet er echt super smerig uit. Maar dit is dus allemaal make-up. Dus dan maakt het alweer een klein stukje beter. Dan maakt het al ietsje minder vies om naar te kijken. Maar toch, als je ooit iemand nieuws ontmoet en je moet hem een hand geven. En diegene heeft zo'n hand, dan zou ik toch wel even kijken van... Maar deze make-up artiesten gaan ver, mensen. Want ook maken ze dit soort dingen. En op een arm. Gadverdamme. Lijkt net of dat er een of andere alien met zijn hele mond vol met tanden in je arm heeft gebeten of zo. Echt, zo lijkt het. En ze doen het dus ook gewoon op gezichten van mensen. Wat vies. Jongens, ik neem even een moment. Ik ga het echt doen. Ik ga gewoon even wegkijken. Ik heb het gedaan. Ik keek gewoon weg. What the fuck? Maar mensen, jullie denken, kan het nog viezer, kan het nog enger? Ja, het kan nog viezer en nog enger. Want deze man, die zit gewoon niks vermoedend te plassen op de wc. En hij zag toen net al iets kruipen in de wc. En hij denkt, wow, wat is dat? Een spin. En daar nog een spin. Super grote spinnen. Echt niet normaal. Holy shit. Besef ook dat deze... Ik ben niet snel bang voor spinnen, maar deze grote spinnen... Ik vind helemaal niks. Hier ook weer zo'n super grote spin. In Amerika heb je dus gewoon echt van deze spinnen gewoon rondlopen. Normale plekken, zoals huizen. En dat soort dingen. Ik moet er echt niet aan denken dat je op de plafond kijkt en in één keer zo'n grote joekel ziet zitten. Kijk deze man dan. Hij heeft gewoon een bakje gepakt en hij schrikt zich natuurlijk helemaal kapot. Ja, dat zou ik ook doen. Ik zou ook helemaal kapot schrikken. Kijk dan. Die spin die springt ook gewoon op zijn mouw. Maar mensen, ze zitten niet alleen in de wc. Nee, spinnen die maken natuurlijk ook nesten als ze kinderen krijgen. En deze man, die heeft er een gevonden. Ik krijg ook gewoon overal jeuk als ik hier naar kijk. Het is echt niet normaal. Check dan. Hij plukt dan... het zijn er zoveel. Het zijn er echt superveel. What the fuck? Dit is echt heel erg vies. Gadverdomme zeg. Potverdorie. Het zijn er echt duizenden gewoon. Ik dacht even dat de spinnenweb om die spinnen heen zat. Maar letterlijk alles van dat nest was gewoon spin. Het waren allemaal spinnen op elkaar. Holy shit, deze gast die heeft echt een joekel van een spin thuis gevonden. En ik weet niet wat... Hoezo ga je die op je hand doen dan? Hoe lijkt je dat een goed idee? Je weet niet wat deze spin allemaal kan doen tegen je. Oké, hij gaat hem met twee handen pakken. Ik weet niet wat hij ermee gaat doen, maar... Hoe lijkt je dit een goed idee om dit te doen? Pak dan ook zo'n bak en leg hem gewoon in die bak en weet ik veel. Maak hem dood of zo. Of zet hem ergens buiten neer. Maar ik zou echt niet die spin zo op deze manier willen pakken. Want hij krijgt daar een flip en hij rent gewoon het hele huis door. Ik zie het nu al gebeuren, mensen. Let op mijn woorden. Hij gaat één gekke flip krijgen. Volgens mij klimt hij nu wel op zijn hand. Dit is zo vies. Van die harige poten die zo op je hand aan het lopen zijn. Mensen, ik moet er echt... Echt niet aan denken gewoon. What the fuck. Kijk dan mensen. Hij doet hem ook in een bak. Wat vies. Oké, hier hebben we superveel bijen dus zitten. En dit is ook vies hoor. Maar volgens mij, zit hier ook een spin in? Of zijn dit echt puur en alleen de bijen? Want ik zou zo'n blokje waar allemaal bijen op zitten echt niet vast durven te pakken. Dan ben ik echt bang dat ik gestoken word ieder moment. Dit vind ik niet eng om te zien mensen. Maar mensen, deze bijen zijn toch niet alleen. Want er zit dus gewoon wel een spin bij. En deze spin die gaat natuurlijk een aantal van die lekkere bijtjes opeten. Maar deze spin heeft hier gewoon niks te zoeken. Die spin die maakt helemaal geen honing. Alleen de bijen mogen daar komen omdat ze honing maken. En die spin heeft daar echt niks te zoeken. Wow, ze vallen die spin gewoon aan met z'n allen, hè. What the fuck? Ze vallen hem gewoon aan. Oh, en nu valt de spin erbij aan. En die spin die gaat de bij natuurlijk ook gewoon 100% killen. Oh, what the fuck? Maar er zitten er zoveel op hem. Oh shit, ze zitten helemaal over de spin heen. Dit is echt heel erg vies. Dit is echt enorm vies. Ik vind bijen ook al geen lekkere beesten. En die spin, die is zo reusachtig groot. Die hoef ik ook in het echt niet tegen te komen. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van het kijken naar deze video. Laat natuurlijk in de reacties weten hoe vaak dat jij hebt weggekeken. Ik weet niet hoe vaak ik heb weggekeken, maar ik denk heel erg vaak. Laat natuurlijk je blauwe duimpje omhoog achter. Vergeet ook niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal voor die 40.000 abonnees. En mensen, dan zeggen nog maar één ding en dat is later. Doei.